Ja, nou, er is dus een jongen die heeft op de RSG de magister gehackt, waarbij hij toegang heeft gekregen tot de schoolexamens en die heeft hij verspreid. Heeft u wel eens gespiekt? Nee. Eigenlijk niet, nee. Nee? Jawel. Ik? Nee, nooit. Gespiekt? Nee? Gespiekt bedoel je? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ja, volop. Anders was ik hier niet gekomen. Ja, absoluut, als klein kind, ja hoor, op school. Ja. En hoe ging dat dan? Even overkijken als het kon. Nou, zo'n enkel keer. Maar verder leer ik wel netjes mijn huiswerk. Ja hoor. Ja, als er iemand naast me zit, dan kijk ik stiekem gewoon zo opzij. Bij je buur kijken. Ondersteboven lezen. Maakt niet uit. Als het maar goed gebeurt. En bent u wel eens betrapt? Nou, dat weet ik niet meer. Denk het wel eens. Nog nooit. En kinderen die echt spieken en echt een hoog cijfer daardoor halen, wat vindt u van de straf die ze dan zouden moeten krijgen? Nou ja, ik deed dat op de basisschool wel eens, maar ik denk als je verder gaat leren, dan moet je het gewoon wel zelf doen. En de straf, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo over nagedacht nog. Of gewoon direct overdoen, of een herkansing, ja, maar ja.